Ik heb een vierde klasser drop-out ontmoet in mijn leven. Die vierde klasser drop-out is de wijste persoon die ik ontmoet heb in mijn leven. Die persoon leerde me kennis en wijsheid te combineren om een impact te maken. Van een simpele winkelier die ik gekend heb, tot zakenman. Hij is een van de verstandigste mannen die ik ooit heb ontmoet in mijn leven. En die vierde klasser drop-out is mijn vader. Hij verliet de school om te helpen in de familiekostgrondje. Want ze hadden het moeilijk. Ze hadden het heel erg moeilijk. Maar omdat hij gestopt is met de school, wil nog niet zeggen dat hij gestopt is met leren. Hij heeft nooit toegestaan dat zijn opleiding, zijn educatie in de weg stond. Mijn vader is gaan leren schrijven. Mijn vader is gaan leren lezen. Maar terwijl Suriname de laatste adem van de binnenlandse oorlog inademde, heeft mijn vader besloten om een man te zijn op 10-jarige leeftijd. Niet een zwarte man, niet een witte man, niet een Juka man, maar een man. Hij dacht er zichzelf uit om het beste te zijn die hij kon. Ik heb 1 getuigschrift, 2 diploma's en een certificaat. Ik ben niet de slimste van mijn familie, maar het is de zoon van een 4e klasse lagere school drop-out. Een 4e klas drop-out vader die me simpele dingen van het leven heeft geleerd. Ik heb zijn motivatie daarom gebruikt om te zijn waar ik nu ben. Sommige mensen kiezen ervoor om daar te blijven, omdat ze niet echt iemand hebben naar wie ze op kunnen kijken. Ze hebben niet echt iemand die ze als motivatie kunnen gebruiken. Laat mij dan een motivatie zijn in jullie leven. Ik ben tof. Ik weet dat ik tof ben, maar desondanks vergeet ik nooit om aardig te zijn. Ik ben vaak genoeg bekritiseerd omdat ik altijd te gemiddeld ben. Zelfs mijn vrienden werden boos op me wanneer we ergens zijn. Ze vinden zo van, je gedraagt je niet net een ster. Je gaat bij iedereen die je roept. Maar onthoud dit, nederigheid is niets anders dan de waarheid. Maar trots is niets anders dan liegen. Wijsheid zal tot je komen in de meest onwaarschijnlijke manieren. Vaak door mislukkingen. Maar hetgene dat je nooit en te nimmer moet doen, is opgeven. Het is niet het willen winnen dat je winnaar maakt. Maar het weigeren om te falen. Dat is wat jou een winnaar maakt. Je moet het beste zijn die je kan zijn. En goed genoeg is niet goed genoeg als het beter kan. En beter is niet goed genoeg als het het best kan zijn. AVB wil de mogelijkheid bieden om alsnog iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. En daarvoor wil ik me sterk maken. AVB biedt je de mogelijkheid om je visie te realiseren. Daarom ben ik waar ik ben. Maakt niet uit hoe rommelig uw situatie ook is. God kan uw leven nog steeds genadig zijn. Stop met het wachten tot uw leven beter wordt. En begin beter te worden met uw gedachten, uw beslissingen en uw acties. Want de reis van 1000 kilometers begint met 1 stap. Nummer 10.